Nog 100 meter. 50 meter nog. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg. Mooie start voor Chumba Wumba TC, maar aan de binnenzijde ook een goede start voor Extra Impulse. Maar vanaf de buitenzijde komen er ook een paar naar voren gewapperd. En één daarvan is Qatar. En kijk eens wat hier gebeurt. Arend de Vrede, we hadden hem nog niet genoemd, maar je mag hem eigenlijk niet onderschatten. Alagonda. Uitgeschakeld, nummer 3, galop. Topmogelijkheden in dit veld, maar zo'n start had toch niemand kunnen bevroeden. Arend de Vrede, knap gedaan. Heeft hier misschien wel gewonnen spel. Ligt er een lengte of 5 voor. Op de tweede plaats hebben we dan Qatar. En aan de binnenzijde daarachter Extra Impuls. Aan de buitenzijde komt daar naar voren John Westenbrink met Baby Blue. Die krijgt hem niet makkelijk. En achter Baby Blue aan de binnenzijde opereert dan. En dan moeten we eens even goed gaan kijken. Dat moet Kurt Roegen zijn met Daisy van Kamstra. En aansluiting is er voor Brainwave. En dit sextet heeft dan wat voorsprong op een peloton aangevoerd door Chumba Wumba TZ, dan Carlos Bianco. Daarachter dan Deborah Victory met Dice Player. En op achterstand Estanzuela V. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En is hier Alagonda misschien wel op bandenrecordkoers. Heeft in ieder geval een geweldig tempo ervoor. Uitgeschakeld, nummer 7. Nummer 7 galop. Qatar maakt een galopaard in het heetst van de strijd. En Alagonda heeft hier een gezonde voorsprong. Van een lengte of 4, maar Rob de Vlieger en Extra Impuls. Die liggen daar op de tweede plaats. Daarachter aan de buitenzijde opkomend Daisy van Kamstra. En aan de binnenzijde ligt daar nog altijd goed geplaatst die Baby Blue. Achter Baby Blue is er aansluiting voor Brainwave. Een gigant van een outsider met kans om een plekje in het kwartet. En achter Brainwave probeert dan ook nog wat naar voren te komen. Jan-Willem Kromkamp met zijn Deborah Victory. Paardenkoers af op de laatste bocht. En Alagonda heeft de zaken nog altijd stevig onder controle. Maar kan toch niet voorkomen dat er wat aanvallen komen vanuit het achterveld. Onder andere van Daisy van Kamstra. Aan de binnenzijde Extra Impuls. En die krijgt ze dadelijk schuin naast zich Baby Blue. En achter Baby Blue volgt dan Brainwave. En zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. En het is Alagonda die een serieuze aanval gaat krijgen. Van aan de buitenzijde sterk opkomende Daisy van Kamstra. En daarachter dan op de derde plaats Baby Blue. En helemaal aan de buitenzijde meldt zich daar ook nog Deborah Victory. We gaan op weg naar de finish. Is niets te kiezen. Millimeterwerk. En het is Alagonda aan de binnenzijde. Die krijgt de aanval van aan de buitenzijde Daisy van Kamstra. Baby Blue daarachter. Voor paard nummer 8 Deborah Victory. Maar voor de eerste plaats wordt de film nagezien. Okay. Nou, dan kunnen wij tenminste gaan huldigen. Daisy van Kamstra. Een absolute baanspecialiste hier in Groningen. En die maakt direct haar goede vorm van vorig jaar waar. En die maakt nu al een vreugdesprongetje. En Kurt Roegers laat als catch driver ook zien dat hij uit het goede hout is gesneden. En de man met de mooiste glimlach is Mark Verhulst. En hij krijgt ook nog een koek omdat hij heeft gewonnen. Loop ik even richting Kurt. Want Kurt, jij bent gastrijder vandaag achter deze vakantie. Dat lijkt me een heerlijk ritje. Ja, dat is echt een schatje om te rijden. En ja, ze doet eigenlijk alles zelf. Ik zat op karretje, maar meer ook niet. Want ze doet het echt heel makkelijk? Ja, ze doet heel makkelijk. En de eerste keer uit. En ze moest toch het laatste rondje buitenom doen. En moest eigenlijk op speed rijden. Maar ja, dat kwam zo uit. Het ging een beetje rommelig. En kon er allemaal netjes omheen. En maar ja, ze maakte er keurig af. Want die Alagonda die was bij de start wel bijna vertrokken. Ja, klopt. Dat is een goed paard. Veel snelheid, ook op Wolf gaan een paar keer gewonnen. Dus daar was ik een beetje huiverig voor. Maar ze pakt hem toch mooi terug. Heel goed. En ik neem maar dat ze hier blijft koersen. Dat ga ik er even aan Mark vragen. Jullie gaan voor de Peert van Omeloeks trofee? Ja, dat hoop ik toch wel. Nou, dan zien we dat op 14 mei, dames en heren. Want dan koersen we hier weer. Gaan we nu eerst een mooi applaus laten horen voor deze winnaars. Daisy van Kamstra en Kurt Roegers. Dan vertel ik u dat Daisy van Kamstra een 5-jarige bruine merrie is van Wired Pine. Jane van Kamstra, gefokt door meneer André, inmiddels eigendom van de familie Verhulst. En dus gereden vandaag door Kurt Roegers.